Er komt een textielroute door Geldrop. Om het centrum aantrekkelijker te maken, kan je straks wandelen langs de belangrijke plekken uit het rijke textielverleden van het dorp. De Eindhovense ontwerpers Dirk Smit en Bas Koreman hebben de 8 informatiezuilen gemaakt die op de route komen. Ja, het gaat eigenlijk om het vertellen van verhalen. Verhalen uit het verleden, uit de weverijindustrie in Geldrop. Ja, eigenlijk aan de hand van die verhalen hebben we gezegdes gekoppeld. En proberen we te verwijzen naar plekken. Op de route, waarin dat we dus eigenlijk die verhalen kunnen vertellen aan de hand van gezegdes, aan de hand van illustraties. En daar zeg maar aan gekoppeld bijvoorbeeld een interactieve website waarin dat die verhalen uitgediept worden. Waar meer foto's te zien zijn over bepaalde plekken waar het om ging in Geldrop. En die gezegdes komen van Piet Stoop, oud-spinner in een van de Geldropse textielfabrieken en tegenwoordig vrijwilliger in het Weverijmuseum. Er komt garen op de klos. Dan weten er veel niet wat betekent. Want als ze boven de rivieren komen, dan zeggen ze van, er komt, je bent de klos. Maar dat heeft een totaal andere betekenis. En, dan ben ik zelf even de draad kwijt. Alles over één kam scheren. De eindjes aan elkaar knopen. Iemand in het harnas jagen. Ja, en zo zijn er nog wel, ja, ik denk 40 meer, maar het is me te veel nou. De ontwerpers zagen een interview met de voormalig textielarbeider. Op de machines in het Weverijmuseum staan nog veel van die oude spreekwoorden geschreven. Schering en inslag, ja, ik ben geen wever, hè? Dus ik wist niet dat dat uit het textielverleden kwam. Dus dat vind ik wel interessant. Ik denk dat heel veel mensen dat misschien niet direct hebben. Maar je gebruikt het wel in het dagelijks taalgebruik. Dus ik vind het een leuke koppeling tussen het verleden en het heden. De informatiezuilen moeten onder meer op de Langstraat, bij het kasteel en uiteraard bij het huidige Weverijmuseum komen te staan. Het gebouw van Heuvel, dat is nou het oude gebouw, dateert ongeveer uit 1874, als ik me niet vergis. En dat is nog één van de gebouwen, net als de gebouwen van de 2K, die nog herkenbaar zijn waar vroeger textiel in gezeten heb. De gemeente hoopt dat de textielroute in het voorjaar van 2018 af is. Nou, ik ben toch wel benieuwd hoe het er dan uitziet. Wat ik moet doen om dat te kunnen lopen.